Goed, de eerste fictieve situatie die ik even wil bespreken. Wat je heel vaak ziet in de oorlogssituaties, is dat mensen proberen je te gijzelen. Op het moment dat ze mensen hier gaan gijzelen, willen ze je op een plek brengen waar ze meer controle over je hebben. Ga nooit mee. Je verlengt alleen maar de weg tot het einde. Als je het gevecht aangaat, ga je het gevecht aan op de plek waar ze je willen aanhouden. Wat heel belangrijk is, zijn een aantal technieken, ontsnappingstechnieken die je hierbij kunt gebruiken. Wat is het voordeel van de vitale delen? Dat je minder kracht nodig hebt in het gevecht. Maar je moet wel rekening houden dat je bijvoorbeeld als vrouw tegen een tegenstander zit die sterker is dan jou. Daarom gaan we een aantal zitten. Er zijn een aantal technieken die ik even wil bespreken. Wat vanuit het straatvechten heel belangrijk is. En mag ik jou even? Kijk, je moet een hele goede inschatting maken van, oké, nou ik zie al, hij is rechtshandig. En de manier waarop hij staat. Als hij linkshandig is, had hij zijn andere been voor gehad. Dus ik maak al een inschatting, oké, hij is rechtshandig. Dat betekent dat van die kant komt hoogstwaarschijnlijk zijn zwaarste aanval. In 60% van het geval is het heel simpel, mensen komen met rechts en komen met links. Ja? Als het gaat over blijven op afstand, we gaan niet blokken vanuit deze techniek. De techniek die je toepast, gebruik je eigen stijl, daar gaat het niet om. Dus wat ik probeer is, probeer om op slagafstand van hem te blijven. Dus ik blijf op afstand dat ik denk van oké, nou kan die manier raken. De klap komt hoogstwaarschijnlijk van die kant. Dus mijn ideale kant is als ik rechts omdraai. Dus altijd naar de kant van de voorste voet. Want dan loop ik zeg maar uit zijn spanning op. Als ik denk dat hij dichtbij komt, gaan we naar de knie schijven. Dus ik wacht net zo goed dat hij verder is. Hij komt naar me toe. Je blijft op afstand, welke stijl je ook hebt. En op de knie. Wat heel belangrijk is, je probeert de knieschijf te beschadigen om op afstand te houden. Op het moment dat hij komt met zijn eerste aanval, als je kijkt naar het lichaam, de zwevende rib, de onderste rib, die zit los. Die zit aan de zijkant vast, maar die kan een klap van deze kant heel goed hebben. Wanneer breken mensen hun ribben? Als ze een gordel om hebben en ze krijgen in één keer een klap van voren. En daarom hoor je heel vaak bij mensen met een gordel dat ze bijvoorbeeld de zwevende rib, dat ze die beschadigen. Daar gaan we een hele lelijke trap voor uitoefenen. Dat op het moment dat ik denk dat hij komt met een aanval, zet je hem aan de zijkant, naast de buikspier. En eigenlijk is die bedoeld om hem te stoppen. Maar de bedoeling is dat je de onderste rib gaat breken. Heel belangrijk, als hij komt met die kant, met rechts, verdedig deze kant. Want daarna komt altijd zijn tweede klap en die komt altijd van die kant. Dus op het moment dat u aanvalt met rechts, hou je rechterhand ook boog. Je zet dat op zijn onderste rib en je breekt enkel zijn onderste rib. Laag, laag, naast die buikspier. Dat kunnen we heel makkelijk hebben. We gaan een setje doen van 4. Vanuit de Madurese stijlen zijn we niet zo dat we te veel actie hebben op een bepaalde manier van verdediging. We doen het kort, hard. We gaan op zoek naar de vitale delen. Ik ga het pakken. Een tweede punt wat ik nog wil gebruiken, want we gaan hem eigenlijk in een combinatie, deze dekking hou je hoog. De tweede actie die we doen, en dat is heel belangrijk, je moet vechten als het ergste roofdier van Indonesië. En het ergste roofdier van Indonesië is de mens. De mens is het ergste roofdier. Dus we gaan ons lichaam gebruiken, want bij de tweede actie is het heel belangrijk, iedereen heeft al zijn haartje gehad in zijn ogen, het gaat tranen, je kunt bijna niks meer zien. Je probeert het netvlies eruit te krabben. En dat doe je met een hele korte, snelle beweging. Dat wil zeggen dat het niet een klap is die je zo laat doorkomen. Maar het is een klap die heel snel gaat. Het is een hele korte flitsbeweging. Als een slang. Ja? Oké. Even staan. Zoek even partner uit. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Als je er dichtbij komt, ga je even naar de knie toe. Kom maar. Ik ga het gewoon allemaal filmen, met jou erbij, maakt niet uit. Oké, en schat die afstand in, hè? Schat die afstand in. Eén gaat aanvallen en de andere gaat verdedigen. En je probeert hem afstand te houden door middel van de knie. Schop op de knie.
en de onderste dicht. Die gaan we proberen te breken. Dus spreek even af wie als eerste aanvalt. En gebruik je eigen stijl. Als je hem probeert om het links te doen. Want weet je waarom? Als je dit voor hebt, je moet, ja, dit is een stoptrap. Een stoptrap. Een stoptrap met je voorste been, hè? Ja, met alles met de voorste been. Het speelt vals. Probeer het onderste zweep in de rib te breken. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Perfect. Dus ga voor die onderste zwevende rib als je er dichtbij komt. Je pakt of de knie of die rib, hè? Goed. Mensen, even aandacht. Even aandacht. Dit is wel even heel belangrijk. Mensen komen nooit met een enkelvoudige aanval. We hebben het gisteren ook gezien tijdens die wedstrijd. Het gaat altijd om de tweede actie. Dus op het moment dat je hem stopt en je doet je dekking omlaag, dan sta je open. Want naast zijn rechterhand komt die linkerhand. Dan kun je op wachten. Dus altijd op het moment dat je hem stopt, hup, zorg je dat je jezelf afdekt. Hoe je het doet en welke stijl maakt niet uit. Het gaat even over het principe. Oké. Boulain. Hou je dekking hoog, hè, na die aanval. Ja. Ja. Kijk, die hebben hem al gelijk door. Jullie hebben hem gelijk direct door. Hou die dekking. Het gaat om de tweede actie altijd, hè? De rechterhand hoog houden op het moment dat hij komt. De linker, die komt. Ja, is goed. Ja, juist. Dat is echt kenmerkend. Juist. Houd die dekking hoog, hè. De tweede, ik ga altijd om de tweede actie als je wint. Dan gaan we deze gebruiken, hoor. Dan moet ik blijven staan. Ja. Wat ik kan mooi met dit. Is, hè, je valt gelijk aan. Krijg je niet terug. We gaan daarna naar boven. Houd je hand hoog. Wat is mooi. Je komt, als je een ervaren vechter hebt, dan... Alleen nu? Het is moeilijk om die knieën op te laten. Ja, dat is goed zo. Ja. Hij heeft kruisbeen. Als ik met rechts stoot. Zo. Als ik hem. Ik stoot hem met rechts. Op rechts knie van mij. Wel, hè? Ja. Zo. Ja. Zo. Kijk, dat is goed. Als je hem afdekt. Welke stijl je toepast, mag niet uit. Het gaat altijd om de tweede actie, hè? Ja. Als je klas krijgt, is het vanuit de tweede actie. Ja, die ja. Zullen we een beetje winnen omdat hij jou voelt? Een sampen, ja. Ja. Wil ik ziek met draaien. Ja, perfect. Dat zou ik doen. Ja, en dat. Nu met de tweede. Ja, stop, maar hij is linkshandig, je bent linkshandig. Rechtshandig. Oh, je hebt onder de zon. Ah, perfect. Je wordt zeker. Deze? En zie je, hè? Ja, die is gemakkelijk. Ja. Nee, je hebt gelijk, joh. Ik zag het niet. Ja? Oké, even de aandacht. Ik merk al dat door de loop begint er al goed in te komen bij een aantal. Hoe breek je nou het makkelijkste? Het is een hele lelijke hardtrap waarbij je je hiel gebruikt en je probeert de onderste rib laag. Hier zit de onderste rib. En het voordeel is, als je die onderste rib kunt breken, dan haal je de lucht van iemand weg. Nou, ik zei net al, tweede actie. Dus je houdt altijd rekening, als die klap van die kant komt, ga er vanuit, de tweede komt. Dus dek hem, hoe je hem ook dekt, dat maakt niet uit, maar die tweede klap die komt. De tweede actie is eigenlijk om ruimte te creëren. En wat we gaan doen, je steekt even je hand, steek je even uit, en je probeert hem te raken. En jij moet hem proberen terug te trekken. Zie je, dus ga ermee spelen. Je ziet dat ik hem, hij is snel genoeg, dus pak ik een scheidbeweging, pak ik hem nog. Dat is ook het spel. Want als je naar de ogen gaat, wat je probeert is het netvlies los te krabben. Ook als je knippert op het laatste moment, en je kunt die netvlies kun je raken, dan ga je tranen. Ideaal, ziet hij niet meer. Wat doe je, kunt afmaken. Ja, dus probeer even die snelle klap uit. Eén hand omhoog, andere raken en speel ermee, hè, wat hij ook deed. Probeer de andere te pakken en jij moet proberen met een trucje toch die hand te raken. Ja, Moulay! Maar het is leuk, hè? Is leuk. Oké. Ja,
Oké, stop. Ik zie al een aantal dingen. Als je die klap geeft, geen schouder inzetten. Want je slaat over ogen, je hebt niet veel nodig, het gaat om snelheid. Dus als je hem zo hebt staan, het is eigenlijk heel simpel. Het is een hele snelle slag waarbij je schouder niet eens beweegt. En al knippert hij op het moment dat je de ogen kunt raken en je kunt zijn netvlies eraf krabben, zeg maar, daar gaat het om. Dan is hij eigenlijk zijn zicht al kwijt. Dus doe niet dit, maar hou je schouder stil. Dat is hem. Dus het is een hele snelle slag die je doet. En dan op de ogen. Oelai! Alright. Hele snelle korte beweging. Als je hem iets minder dan steek hem eens op, hier gaat staan. Bam. Heel kort staan met je beweging. Poetje. Hele korte beweging. Net. Ja. Dat is ook maar geweest. Dat is op een schatterij. Los hem door. Ja, dat is fair. Dat is twee ogen. Maak het je tegenstander moeilijk, hè? Je oefent alleen op snelheid als je tegenstander onvergevelijk is en jou probeert te pakken. Oké, beweeg een beetje. In een echt gevecht sta je ook niet stil, hè? Juist. Beweeg. Maak je tegenstander moeilijk. De techniek verbetert alleen als je een goede tegenstander hebt. En wissel, hè? Wissel zorgt dat je allebei probeert. Maak het te moeilijk. Ik ga naar links naar. Dat is hem. Kijk. Dan moet je ook weer zoeken, hè? Dat is hem. Ja, perfect. Beetje bewegen. Hey, pak maar stel ogen. Ik ben nu anders van. Ja, is goed. Heel lang. Ja, dat is goed. Maak het te moeilijk, hè? Maak het niet aan moeilijk. Alleen je traint alleen als je een moeilijke tegenstander hebt. Oké, even één momentje. Dus wat hebben we nu? Achter elkaar zitten. Op afstand blijven. Je wacht, je kijkt naar zijn been en je weet gewoon dat het tegenovergestelde been. Dus hij komt waarschijnlijk. Ben je links van me? Dus je probeert op afstand te blijven. Je stapt in, komt niet dichtbij, ga je op zijn knie. En de knietrap is een trap die nu zo komt. Maar het is eigenlijk een hele vuile trap waarbij je heel kort op zijn knieschijf zet. Want die is bijna niet te zien. De bedoeling is, als je de knieschijf bekijkt, die zit hier vast aan de onderbot. Hier zit de knieschijf en die zorgt eigenlijk dat je kunt buigen. En wat je probeert is de knieschijf van onder los te schoppen. Als je dat lost, dan is die gedemobiliseerd. Dat kan niet eens meer. Dus eigenlijk is het een hele, dus je probeert niet met volle gewicht op de knie te trappen. Maar ik probeer die film op afstand te houden. En dat lukt me niet. Ja, dat lukt niet. Zie je dat? Dus je probeert heel kort een hele vuile trap te geven op zijn onderste knie. Als je hem één keer raakt, dan zul je merken dat hij vanzelf al zoiets heeft. En dan heb je hem, want dan ga je hier op richten. Want dan heb je de opening naar de maag. Daar gaat het om. Iedereen kent de basis. Wel, weet je wel, jab, totdat hij hier gaat verdedigen. Hup, dan komt hij niet. Nou, eigenlijk is het hetzelfde. Je gaat naar de knie. En dan, hup, onderste rib. Oké, dus wat gaan we nou proberen? Is dat in één beweging? Dus wat je doet is dit, dus ik hou hem op afstand, dan komt hij op de onderste rib, bam, in de ogen, en nou komt hij, en dan komt pas het afmaken. Wat is belangrijk bij het afmaken? Het gezicht is heel kwetsbaar. Je probeert met de elleboog niet het hoofd te raken, maar je probeert het neusbotje te raken. En wat? Voel maar eens bij jezelf. Het is hard. Halverwege heb je een soort kraak mee, voel je dat?
En die probeer je te raken. Dus je gaat hem blenderen. En dan op zijn neusbordje hier. Je probeert eigenlijk het neusbordje naar binnen te schieten. Dat is het doel. Ja? Even wisselen, andere partners. Oké, Moulay, even rustig hè. Knie, zwevende rib, ogen en neusbordje. Knie, zwevende rib, ogen, neusbordje. Knie, zwevende rib, ogen, neusbordje. Ik vraag hem af. Knie, zwevende rib. Ogen, neusbordje. Knie, zwevende rib. Ogen, neusbordje. Goed, er is ook een. Even jullie aandacht. Er is een hele mooie. Laat ik zeggen. Andere techniek op, die wil ik ook echt graag meenemen. Ik heb lang aan de deur gestaan en mijn favoriet was eigenlijk de vorige, het is gewoon een kopstoot. En dat is hetgene waarom ik vrij veel littekens heb. De kopstoot moet je mee opletten. Want als hij zijn hoofd door die oogprikken omlaag doet, dan ben ik mijn neusbordje kwijt. Dus als je een kopstoot geeft, het voordeel van een kopstoot vind ik, is dat je je handen vrij hebt. Dus omlaag en zet hem onder op zijn gezicht, niet boven op zijn gezicht, maar onder. Dus eigenlijk als je hem hebt, dan bam, hier zet je hem erin. Het voordeel is dat je hem zelf bedekt hebt. Dus je kunt een elleboog gebruiken, maar die elleboog is met volle lichaam. Dus bam, op zijn neusbordje. Of je pakt bam, zijn hoofd, kopstoot. Maar doe altijd je hoofd omlaag. Hiermee. Probeer het even. Probeer te variëren. Ja, probeer even kopstoot. Ja, die heeft mijn voordeel, omdat je hebt je handen aan het krijgen. Dat is ideaal. Die komt echt zo hard aan. Dus knie. Onderste rib. Ogen. En neusbordje. Sorry. Ja, dat kan net wel. Die kopstoot. Ik probeer te variëren met de kopstoot. Ja, bij langere is het de ver weg. Kan vallen. Ik gewoon een rechtje stoot. Knie. Zwevende rib. Ga even voor je neus staan. Ogen en neusbordje. Ja, dat is heel goed. Ja. Dus eerst ogen, je gaat eerst, weet je wat, ogen is niet om uit te schakelen, ja, dit is om te stoppen, opening maken, en dan doe je op dit, dus gaat hij omlaag, dan geef je hem een knietje op zijn neus, gaat hij naar achter wat hij waarschijnlijk zal doen, dan geef je of een elleboogstoot, of een kopstoot, en mijn voorkeur is wat een kopstoot, want dan heb je je handen aan het krijgen. Je voelt bijna niks hè, je voelt echt, pop, je voelt hem kraken hè, je voelt hem echt. Ja, je hebt je arm al daar. Ja. Ja, houd hem gewoon bij je hoofd vast in de hoofd. Kijk, als je stijl hebt, ik ga je op een leer. Dan heb je een aantal mogelijkheden. Als ik hier sta, ben ik bijna als een dan is de onderkant. Op de onderkant van het hoofd. Kom eens weer. Weer een stoot te hebben. Weer rechts, kom je op. Ja, is goed. Oeh, sorry. Ja? Oké. Dit ging al. Ja. Weet je, ik hoef jullie weer techniek te vertellen. Door je eigen techniek merken dat iedereen direct opkijkt.
Wat heel belangrijk is, nu komt namelijk de volgende actie. Wat je heel vaak ziet in een kroeg, in een gevecht, en zeker als je papier als in je eten staat, is dat die persoon niet alleen is. Ik heb net al gezegd, ga kijken waar die staat. Dus ik mag die kan nog even bereiken. Dus als hij hier staat en hij heeft zijn rechterkant voor, je hebt zijn neusbotje gehad of het dan gaat om een kopstoot. Het kan ook zijn dat je ziet dat die prik dat ze naar voren gaat. Ja. Met je knietje af naar toe. Het gaat erom dat je het neus reed. Dan draai je naar de kant toe waar hij niet mee beweegt, naar die kant. Want hij is waarschijnlijk gewoond. Waarom moet je uit de actie? Je gaat kijken wie er om je heen staat. Ga nooit naar beneden. Want ga je naar beneden toe, dan is er zo'n laffe hond achteraan die zit te wachten en die schopt de kop eraf. Hou altijd je hoofd hoog, zorg dat je uit de voet gaat en dan ga je kijken. Op het moment dat hij hier staat, breng je hem wel naar beneden. Dat kan zijn of via zijn knie, dat kan zijn of via zijn plexus solaris, op deze manier. Als je op de grond ligt, maak je het af met een nektrap. Wat is een nektrap? Op het moment dat zijn buik ligt, schop je hem tussen hoofd en romp. En een nektrap is heel simpel dit. Dat is een nektrap. Zo schakel je hem uit. En dan kan hij slapen. Ja? Dus probeer het nu even af te maken. Knie. Knie om op afstand te houden. Een schop om hem te stoppen. Dit is om een opening te maken. En als ik denk dat ik ben dicht genoeg, geef ik een kopstoot op zijn neus. Ga je uit de lijn. Zorg dat je niet meer tegenover hem staat. Waarom? Want als hij rechtshandig is, dan als je deze kant op loopt, in de... Jullie weten wat ik bedoel. Dat komt niet uit de lijn. Dus je gaat altijd naar die kant. Je kijkt om je heen waar je bent. Of er nog iemand achter je staat. Op het moment dat er niemand is, maak je hem af. Je werkt hem naar de grond. Of met de knie, maakt niet uit. En dan komt je met de nektrap. Nektrap tussen hoofd en romp. Pap! Zo schaakt hij hem uit. Oké, we gaan het even oefenen. Laatste doen we je moet ook niet op de grond gaan liggen. Dat ik was kunnen proberen, maar dat moet je niet doen. Oké, okay, even een andere partner, want ik heb heel goed merken. Oké, andere partner. Knie. Zwevende rib. Net verlies eraf halen. Neusbotje. En dan loop je uit de richting op de grond en nek af. Knie. Zwevende rib. Netvlies. Neusbotje. Uit de richting lopen. Naar de grond werken en nek breken. Ja, ik zou dit doen, maar ik moet die kant op. Ja. Ja, man. En dan zorg je dat je niet de trap gewoon op zijn nek. En dan gaat hij weer. Ja, maar goed. Voor zijn bescherming. En dan? Ik kom. Mensen, loop ook uit de richting, hè? Voordat je de laatste actie gaat, eerst kijken wie er achter je staat. Dus heb je het neusbordje gehad? Loop naar zijn slechte kant toe. Loop naar zijn slechte kant toe. Ik merk wel veel snel, loop als in de stand. Ja, dat klopt. Ja, we hebben toch buiten onder. 1, 2. Ja, of vasthouden. Ik merk dat Mike heeft ook deze vastpas erin opgewerkt. Ja. En dan kun je die vingers, dan kun je dit niet meer doen. Ja. Gewoon vast. Knie. Zwevende rib. Netvlies. Neusbotje. Even uit de richting lopen. Naar de kromp werken en nek af. Of dat lukt. Zo, een beetje raar. Smijt. Ja. Dan kom ik hier. Ja, in principe zou ik wel kunnen. Vergeet niet uit de richting te lopen, hè, mensen. Want er staat altijd een hond achter je die je probeert te pakken. Loop altijd uit de richting. Ja. Ik heb een bier eruit. Bij Rom. Ja.
Oké, even kort even samenvatten. Nou, dit is, waarom noemen ze dit geheime technieken? Dat heeft alles te maken dat we niet wilden dat onze tegenstander wist wat de acties die we gingen uitvoeren. Iedereen kent de technieken als je het vertelt. Ik wil nog één ding even behandelen als laatste. Dan begrijp je ook, dus dit is echt het zelfverdediging, hè? En het lijkt misschien nog wel vrij veel op dat Krav Maga. Weet je wel, dat je probeert met hele korte manieren, zeg maar, korte technieken om de vitale delen te raken. Dit heeft niks met vechtsport te maken, hè? Het is ideaal als je het kan gebruiken in je dagelijks leven. Ik wil nog even iets vertellen. Stel je voor, wat ook voorkomt in die tijd, dat twee mensen, dus ga je eens op deze manier staan, en jij houdt op van achter vast. Ga maar heen. Ik wil de voorste persoon redden. De achterste persoon is een vijand, en dat is een familielid, en ik kom binnen en ik zie dat hij hem vast heeft. Op het moment dat ik hier bij hem kom, kan ik heel moeilijk bij zijn hoofd komen. Er zijn een aantal plekken op het hoofd waardoor ik kan voorkomen dat hij blijft staan. Dat zijn met name twee vitale delen. De eerste die kennen de meestal al, achter het oor. Dus hier, je gaat drukken, hoplakeer. Dan gaat hij bewegen. En waarom wil ik dat hij gaat bewegen? Als hij daar niet mee beweegt, pak je zijn ogen. En je drukt met je vinger in zijn ogen. En je laatste zal ik niet. Zullen we maar niet echt doen. Maar wat we even gaan oefenen, waarom doe ik dit? Want als je kijkt, goed kijkt hoe die keelt. Er zit namelijk een derde vitale deel in de nek. Als ik hem zo ga kelen, dan kan het heel lang duren. Hier zit zijn strottenhoofd. En je kunt zijn strottenhoofd breken door het onderste bordje op het strottenhoofd te zetten. Hier, dat. Dan heb je hem heel snel. En dan laat hij heel snel los. Dus wat we even gaan oefenen bij elkaar. Zoek die plek achter de oren op. Kijk of je kunt voelen, want dan vergeet je het nooit meer. Ogen drukken doen we niet, maar wel even kelen. En dan niet op deze manier, maar met deze plakhand op het strottenhoofd. Want als je strottenhoofd kunt breken, is ideaal. Kan die niet meer ademen, dat is ook handig. Ja? Doe het even bij elkaar, zodat je voelt waar die plek zit. Zo, als je die plek vindt. Oké, dat is hier, man. Ja, man. Ja, inderdaad. Dus achter de oren. Ik denk dat hier, hè? Wacht even. Als je het niet weet, roep me, hè? Ik doe het graag bij je. Hier. Ja. Dat vergeet je nooit meer. Als je het niet weet, roep me, hè? Ik doe het heel graag. Dat vind ik heel leuk. Dat is nog niet. Achter de schaar. Ja, hij pakt hem niet. Als je het één keer gevoeld hebt, vergeet je het nooit meer. Ik heb het ook niet gezien. Hier heb je het. Ja, maar hier heb je het. Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het niet. Ja, deze wel. Dus kelen, dus niet zo. Zet je handen. Dus je pakt hem niet zo. Ja? Ja? Pas maar dan, want dan weet ik niet meer. Ja, ja, ja. Wat je weer dan van? Ja. Niet naar de kaart. Ja, echt niet. Ja, echt de hele kaart. Ja. De hele kaart. Ja, maar je pakt hem hier, hè? Ja, ik pak hem hier. Ja, je kan ook achterdraaien. Ja, een beetje. Als je zo rond te draaien. Je moet het even voelen, ergens nooit meer. En als je niet mee doet, ik graag bij je. Doe je met mee, hè? Je moet het voelen. Voel je het verschil? Ja, nog een beetje. Je moet het voelen. Als je het één keer gevoeld hebt, vergeet je het nooit meer in je leven. En ik doe het graag bij je. Ik vraag er niks extra voor. Ja, die is het. Oké. Maar een beetje. Waar is het echt? Ja. Kijk, je hoort het.
Nu gaat het iets leven, ja. Ik hoor het aan het rumoren. Ik zie je dan meteen aan je. Genoeg geoefend. Oké, okay. Goed. Ja, goed. Ja, goed. Mensen, ik hoor aan het rumoren. Dit vinden jullie leuk. Dan gaan we er nog eentje doen. Zo leuk. We gaan er nog eentje. Ik meteen ontspannen, joh. Ja. Los weg. Dankjewel. Dankjewel. Er zit wel veel symboliek in, maar een vriend van mij tatoeëert. Even aandacht. Ik ga wel zo meteen. Ik ben nu even dit aan het opnemen. Als ik. Maar doe het bij elkaar, want dan vergeet je het nooit meer. Als je de plek één keer hebt gevonden, dan weet je van je hebt de rest van de leven niet goed. Er is nog een plek die heel gevoelig is, waarbij ook een zenuw naar boven komt. Als je de duim hebt, die zit hier tussen. Ja. En wat je doet is... Die gaat... Probeer die plek te zoeken. Waarom is het van belang? Waarom is het van belang? Als je namelijk, als iemand je vast heeft, en die persoon is sterker, en je kunt het voor elkaar krijgen dat die je even loslaat, dan komt de tweede actie, die is heel simpel. Die is heel simpel. En doe het bij elkaar, hè. Zorg altijd dat jij hoog blijft, dat hij omlaag gaat. Anders gaat je eigen kop eraf, de hond, weet je nog, die achteraf staat. Dus het zijn kleine trucjes, probeer hem te vinden, hij zit hier. Als je hem niet kunt vinden, ik doe het met alle plezier. Oké, Moulay. Sadist. Ik heb ook zo'n zolder met van die zweven, weet je wel. Ja, maar als je het hard doet, dan ja. Of je moet de duim leven. Ja, die komt ook. Dus, en dan zou je dan niet. Ja, dan moet je een soort S voor hem komen. Als je hem pakt, ja. Oké, maar het doet nog geen pijn. En nu toen hij deed, hij vindt het geen pijn meer. En ook met paar. Nee, doe oefen maar bij elkaar. Ja, oefen bij elkaar. Zoek die plek op, hè? Daar een druk hier. Oh, oké. U vergeet hem nooit meer, hè? Dat was altijd een sport. Dat is een leuk variantje. Ja. Goed mensen, even de laatste nog. Allerlaatste. En dan. Ja. Ik had hier eerder mee moeten beginnen. Zeg. Dat is, dit vinden ze leuk hoor. Ik had niet kunnen, ja, zeg de allerlaatste weetjes. Ja, ja, die niet mee, dat is leuk. Goed. Ik zei net al in het begin, ademhalingsoefening. Wat je probeert is eigenlijk je energie van hieruit op te roepen. Een heel belangrijke manier waarop mensen heel makkelijk nog oud gaan, is uit de plexus solaris. Dat is dit deel. Nu is het probleem van de plexus solaris, dat als je te breed vlak hebt, dan pak je eerder de buikspier en niet de plexus solaris. Dus eigenlijk is het ideaal als je een kleiner oppervlak hebt om hem te raken. Maar om die plexus solaris te raken, moet je altijd een opening hebben. Dus wat je kunt doen in plaats van het neusbotje te breken, is naar de ogen te gaan. En op het moment dat hij bijvoorbeeld voorover komt, dan heb je mogelijkheid op zijn plexus solaris. En het is een hele korte stoot. Hele korte stoot. Dus afmaken, neusbotje of plexus solaris kan. Maar probeer hem even te vinden. Dat is de laatste oefening die we doen, dus echt de laatste oefening. En dan gaan we over naar Pablo Bordai. Oh nee, sorry. Chocotoli. Sorry. Goed, even andere plexus even wisselen met iemand anders, dat is het leukste. Met de verschillende stijlen. Dus moet je een opening kunnen vinden. Knie, knie!
zwevende rib. In dezelfde zin. En plexus solaris. Knie. Zwevende rib breken. Netvlies eraf krabben. En plexus solaris. Knie. Onderste rib breken. Netvlies eraf krabben. En de plekjes maken. Afpakken, dat is hem. Dat is de plek. Wat heb je? Dan leer ze mij niet, met de hand, dat wil ik ook wel leren hoor. En ik wou net zeggen, het is voor jou super handig. Ja, dan leert hij mij wel niet hoor. Oh nee? Waarom? Hij is bang dat jij het bij hem gaat doen. Wat is dat hier vanavond? Ja, precies. Ja. Zeg papa, dan leer je mij niet met die hand. Dan dingen dat jij mij allemaal niet leert. Zeker niet. Waarom ben ik dat niet meer dan? Dus het wordt tegen je gebruikt. Zo. Papa, dat is keihandig. Als ik later aan het wandelen ben, stel je voor dat er maar iets met mij gebeurt. Kijk niet. Kijk alleen, kijk, daar een vogel in gaat lopen. Dat is het enige wat ik kan doen. Ja, wilt het mij gewoon niet leren? Mijn kinderen moeten dit ook leren. Ja, eigenlijk wel. Ik wil allereerst even iedereen bedanken. Nou, dit is dan meer het zelfverdediging, het straatvechten. Eigenlijk is Pentaxila de basis is eigenlijk zelfverdediging. En alle latere vormen, zeg maar, die zijn ontstaan. Die zijn ontzettend belangrijk, vooral ook mensen die het ritme of het gevoel niet hebben. Daarom ben ik blij met deze groep die er is, want ik hoef jullie wat dat betreft niks meer te leren. Wat ik net ook al zei, dus vergeet niet dat jullie hebben jaren vechtervaring. Dus zonder dat je weet, zit ergens in je systeem iets wat naar boven komt op het moment dat je gaat vechten. En dat iets, dat is hetgene wat je inslijpt door middel van jaren. We zagen gisteren bijvoorbeeld, ik zag heel duidelijk, hij is geen oorlogsvechter, maar hij heeft zoveel slimmigheid in het vechten dat het ontzettend goed uitkomt. Dat komt naar boven op het moment dat je echt gaat vechten. Goed, dan stel ik voor dat we gaan sluiten. We groeten even netjes naar rechts. We beginnen met rechts, zuid, west en dan voorkant. En dan wil ik jullie daarna bedanken. Ja? Oké. We groeten even naar voren. Naar rechts. Achter. En de mensen die hier aan de zijkant zijn. Dan wil ik jullie bedanken. Oh, daar ligt wat water voor iedereen. Om even te drinken met de hitte. Die hebben klaargelegd speciaal voor de sport. Dus dat jullie... Even drinken, want het is heel erg warm vandaag, dus niet vergeten te drinken. Ja, helaas is de candle op, maar er is een slabbaar. Zo. We laten de volgende.